Met Bradley Wiggins als winnaar zit de Tour de France er dit jaar weer op. Voor Johnny Hogerland, die vorig jaar even in de bolletjestrui reed en vooral bekend werd door zijn val in het prikkeldraad, kende de Tour dit jaar weinig hoogtepunten. Vanuit Parijs beschrijft verslaggever René van Stee Hooglands gevoel. Nou, gemengde gevoelens. Het feit dat iemand hem uitrijdt is op zich een prestatie. En dan kun je zeggen van nou, dat is een ruime voldoende. Anderzijds, als je met bepaalde verwachtingen komt. En ja, je zit ook nog met een soort van revanche gevoelens. Richting vorig jaar. Ja, dan kun je niet anders dan concluderen dat het niet meevalt. De Tour viel dus tegen voor Hogerland. Al groeide hij de afgelopen weken wel. Nou ja, je zou kunnen zeggen, die betere vorm, dat biedt perspectieven voor het naseizoen. Hè. Er komen WK in Valkenburg, dat is een terrein wat hem ligt. Hij heeft daar ook best goed gepresteerd ook al in de voorgaande jaren. En ook de Vuelta. En dat is een ronde waarin hij ooit eens een keer op de 12e plek in het eindklassement eindigt. Dat wil natuurlijk nu niet zeggen dat allemaal weer lukt. Maar ja, anderzijds. Als je ergens goed in had, zou het zomaar kunnen gebeuren dat je dan toch de dingen presteert waar je vooraf op gehoopt hebt. Lees maandag meer in de PZC over de Tour van Johnny Hogerland.